We gaan een nieuwe serie maken over aardappels. Het eerste onderwerp van de basis koks. En een van de eerste onderdelen die we gaan doen is het toneren van aardappels. Ja, dus een van de technieken die je kan gebruiken om aardappels mooi te vormen is het toneren van aardappels. Wat heb je daarvoor nodig? Eén toneermesje. Zo'n mesje met zo'n krom stukje erin. Een afvalbakje. En een bakje waar je water in doet, koud water, zodat je aardappels niet verkleuren op het moment dat je gaat bewaren. Ja, dus als je aardappels gewoon in de lucht laat liggen, dan verkleuren ze. Dat willen we niet, dus water voorkomt dat. Ja, dus eerst altijd je materialen klaarleggen. Mesje, afvalbakje en een bakje met water. En wat belangrijk is, is de juiste keus voor de aardappels. Wat we gaan maken is een soort rugbyvormig model. En we willen dat het model heel blijft. Ja, nou, welke aardappels blijven makkelijk heel? Dat zijn vastkokende aardappels. Welke aardappels vallen makkelijk uit elkaar? Dat zijn kruimige aardappels. Nou, hier mijn aardappels liggen. Handig is ook om een bepaalde maat te selecteren, zodat je niet veel afval hebt. Nou, dit is een beetje de maat die je nodig hebt. En in Nederland zit ze natuurlijk al op vastkokend, maar er wordt ook gewerkt met kleurcodes. Dit is toevallig groen, dat staat voor vastkokend. Je hebt ook blauw, dat is bijvoorbeeld kruimig. Nou, dus er zijn allerlei signalen. Dus voordat je begint, nadenken over de keuze van je aardappel. Ja, het formaat van je aardappel is belangrijk. Afvalbakje. En koud water in een bakje klaarzetten voordat je gaat beginnen. Om mooi gevormde, gelijkmatige aardappels te krijgen. En het heeft als nadeel dat je, als je niet de juiste maat aardappels kiest, best veel afval hebt. En dan proberen we in de keuken zo min mogelijk weg te gooien. Want ja, we kopen dit in voor geld en we proberen daar zoveel mogelijk geld aan over te houden. Maar bij het toneren is onoverkomelijk dat je wat afval maakt. Natuurlijk zou je ze eerst met een dun schillen kunnen schillen. En dan toneren en dan de restanten gebruiken voor aardappelpuree. Maar in de tijd dat ik in de keuken stond, kwam daar nooit van. Ja, het zijn ook allemaal kleine schilletjes die je overhoudt, dus dat laat zich ook maar matig verwerken. Maar de mogelijkheid is er zeker. Goed, dan het toneren van de aardappels. Ik hou het mesje zo vast, ik leg hem in mijn hand. En ik heb eigenlijk met deze vier vingers hou ik hem vast en mijn duim gebruik ik voor iets anders, dat komt zo. En het eerste wat ik doe is, ik zet mijn duim dus achter die aardappel, boven mijn afruimbakje. En ik knijp als het ware, knijp in beweging, naar het mesje toe. Zorg ervoor dat het niet te knetterscherp is, want dan heb je meteen een streep in je duim staan. Ja, nooit aanzetten of nooit laten slijpen die dingen, gewoon laten voor wat het is. Vervolgens heb je natuurlijk een soort afstandsmeter nodig. Ga je natuurlijk niet met een lineaal doen, dus ik gebruik de kootjes van mijn vinger daarvoor. Ik leg dat rechterkantje net iets voorbij mijn tweede vingerkootje. Ja, en vervolgens snij ik hem aan de voorkant, dezelfde methode. Snij ik hem af. Dat zorgt ervoor dat ik altijd gelijkmatige aardappels heb. En vervolgens ga ik met een soort brommer, gashendelbeweging, een beetje dit idee. Ik hou hem tussen puntjes van mijn vingers. Ik ga ongeveer op de helft van de aardappel zitten en ik maak een soort knijpen met half rond. Dus gewoon een keer veel oefenen. Je moet in één mooie vloeiende beweging gaan. En als je het ziet, is hij zo half maanvormig. Vervolgens draai ik mijn kwartslagje en trek op dit oppervlakte weer zo'nzelfde halve maandje. Ja, dus vinger erachter. Dan heb ik hier weer een plat vlakje en ik draai hem een stukje. En de kunst is bij toneren dat alle vlakjes even groot zijn. Dat is echt de grote kunst. Zoals je ziet in mijn afvalbak. Misschien wel meer afval als aardappel. Maar ik heb wel hele mooie getoneerde aardappels. Ja, dus dit is de bedoeling van die aardappel. Bewaren in koud water. Goed, nog één. Puntje eraf. Lengte afmeten. Dit is even eentje op bedrijfssnelheid. Ja, dus als je een beetje vaardig in toneren bent, dan ziet het er ongeveer zo uit. Toen ik weer leerling kok was, toen een keer met veel pijn en moeite 25 getoneerde aardappels gemaakt. Ze op het vuur gezet om gaar te koken. Dat is namelijk de techniek die je hierop volgt, eventueel. En had ik ze veel te graag gekookt en ook nog de verkeerde soort aardappel gekozen. Dus was de chef kok zo vriendelijk om ze voor mij maar even meteen te pureren. En kon ik er nog 25 oefenen. Ja, oefening baart kunst. Laat het allemaal bouwen. Ja, dus het toneren van aardappels. Steeds halve vlakjes doen. Ja. Want je moet niet spits worden. En wat je uiteindelijk als resultaat overhoudt, zijn dan dit soort identieke, soort rugbyvormige dingen. Waar je vervolgens een tweede bereiding op los kan laten. Je kan ze koken. En een beetje aanmaken met boter. En wat ga ik de peterselie? Je zou ze kunnen bakken in de roomboter en dan in kalfsjus, een soort kalfsbouillon, sterke kalfsbouillon, ga koken.
de mogelijkheden met de aardappels zijn natuurlijk groot. Maar dit is dus de eerste keuze. Je kan natuurlijk aardappels schillen. Je kan ze ook toneren. En dit oogt wel mooi op bord. De prijs die je ervoor betaalt is best wel veel afval. Dus de vraag is of je dat nog moet willen in deze tijden. Maar het zijn mogelijkheden. Dus het toneren van aardappels. Nog even een resume. We moeten je klaarzetten. Een toneermesje. Afvalbakje. Bakje met koud water. Je selecteert vast kokende aardappels. En je zoekt een beetje een modelletje uit. Ik bedoel, je gaat niet zulke bonken wegtoneren tot zo'n klein dingetje. Probeer een beetje de kleine aardappeltjes die lastig te behandelen zijn met een dun schiller. Die lenen zich uitermate goed voor toneren. Ja, dus het toneren van aardappels.